Blij om terug te zijn? Ja, ja. In ieder geval, ja. Heb je een goede vakantie gehad? Ja, natuurlijk. In deze fase van corona ben ik heel voorzichtig geweest en was alleen thuis in de Zwarte Wald. Schwarzwald. Schwarzwald, ja. Thuis. 2,5 weken en de rest war ik ook hier. Nog met Tim Gelissen de selectie opgebouwd, de nieuwe selectie. Daarom, heb je wel echt vakantie genomen? Even niks meer aan het voetbal, geen voetbal gekeken, laptop dicht? Of, ja, dat doe ik ook tijdens de wedstrijdfase. Het is niet zo dat ik elke dag aan voetbal denk. Ik heb niet alle wedstrijden van de EK gezien. Ik heb ook andere dingen in mijn hoofd. Daarom heb ik niet het probleem te zeggen, ik moet in ieder geval op vakantie gaan. Nee. Ik heb elke dag vakantie. Jullie zijn er relatief vroeg bij met de eerste training. Is dat een bewuste keuze? Is dat zo? In vergelijking met de Eredivisie? Ik denk dat alleen Sparta nog begonnen is, volgens mij. Ja. Nou ja, we hebben rond 5 weken vakantie gehad. Natuurlijk hebben ook de spelers een trainingsprogramma gehad. Maar het is beter natuurlijk hier te trainen. Want de eerste 2 weken hier zijn je niet elke dag. We hebben 4 dagen training. 2 keer en dan 3 dagen vrij, maar natuurlijk niet in één rij. Mm-hmm. Maar in 2 dagen training, 1 dag vrij, 2 dagen training, 2 dagen vrij. Ja. So, dat is de eerste 2 weken om naar in te komen. Als je kijkt naar de selectie, eigenlijk nog veelal dezelfde gezichten als vorig seizoen. Dat is volgens mij best nieuw. Voorgaande seizoenen wel veel nieuwe gezichten en gewoon jongens die er niet meer waren. Hoe belangrijk is dat voor jou? Dat je nu dus dat het startpunt wat dat betreft beter ligt, misschien wel? Ja, in jouw vraag is ook je antwoord. Weet je wel, hè? Ja, natuurlijk is het beter. Dat zie ik ook hier. Ik heb een kleine basisoefening gedaan met aanlopen en bodyguard zijn. De tweede man, de jongens die met mij en met de ploeg gewerkt hebben, hebben geen problemen gehad. En de nieuwe jongens hebben natuurlijk niet geweten wat zou ik nu doen, wat is de juiste weg. En dat helpt natuurlijk een trainerteam heel snel in de details te werken te kunnen. Ja. Voordat we kijken naar die nieuwe jongens, is dat ook één opvallende afwezige wat dat betreft. Onze aanvoerder Romain Pruppen heeft zijn contract dus nog altijd niet verlengd. Heeft ook aangegeven, ik ga verder kijken. Had je er misschien op gehoopt dat hij vandaag toch wel Heracles speler zou zijn? Nee, ik kwam bijna zeker dat hij niet komt. We hebben natuurlijk daarover gesproken en ik heb altijd het gevoel gehad, hij gaat weg als hij een betere mogelijkheid had. En ik denk, hij heeft nu een betere mogelijkheid, anders zou hij hier zijn. Ja, als we kijken naar dus de 3 nieuwe spelers. Ja, kun je wat meer over hem vertellen? Je hoeft ze niet per se individueel af te gaan, maar 3 nieuwe jongens, verschillende posities. Was het nodig, een extra impuls op die plekken? Nodig? Ja. Waarom op die plekken? Nou ja, je moet de statistiek aankijken. Dat zie je duidelijk dat we uitdagingen hadden in doelpunten maken. En nu hebben we met Bilal en met Nicolai 2 zogenoemde wingers. Vloegelspelers die natuurlijk ook doelpunten maken kunnen. En de rest van de aanvallers zijn nog hier. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Zo kunnen we natuurlijk op een hoger level beginnen. En we hopen natuurlijk dat de nieuwe spelers genoeg impulsen geven kunnen dat we deze uitdaging achter de rug krijgen. Frank, tot slot. Ik denk dat het beste nieuws kwam vorige week. Volle stadions. Daar kijken jullie denk ik ontzettend naar uit als selectie, of niet? Absoluut, juist. Natuurlijk. Je ziet dat in de EK op dit moment is een heel andere sfeer. Ook in TV. Je ziet mensen, je ziet foto's van de mensen. En je ziet de emoties. En dan kun je ook zien wat op het veld gebeurt. Heel andere emoties. Je hebt me vorig jaar vaak gezegd dat de jonge jongens hebben heel erg baat bij het publiek. Dat kan hun net dat extra steuntje geven. Verwacht jij dat dan ook aankomend seizoen, dat er jongens zijn die gaan excelleren door dat publiek? Dat denk ik absoluut. Ik heb eigenlijk gezegd in de laatste 10 minuten, als we achter staan en dan met in de rug de toeschouwers, de fans, dan denk ik dat ze niet naar 100 en dan 105% brengen kunnen. Dat hebben we in de wedstrijden gezien, dat hebben we echt nodig. Ja. Maar ik heb ook natuurlijk ook duidelijk gezien dat we thuis
desalniettemin goed genoeg waren. Mooi. Goed. Ja, maar in de uitwedstrijden moeten we nog iets veranderen. Ja. Misschien ook wel meer uitpubliek, laten we het hopen. Ja, we moeten meer, ja, misschien moeten we maar meer fans meenemen. Ja, gaan we voor. Frank, dankjewel. Alsjeblieft.